Ik heb wel zijn moeder horen schreeuwen op de gang toen haar kind overleed. En dat vergeet je nooit meer, dat geluid van een moeder die echt ter aarde stort. Hey. Toe aan pauze. Wij zijn toe aan pauze. Ja, zet pauze. Ja. Mag ik even 5 minuten voor jullie tijd pikken? Ja, zeker, ja? Mag. Jullie komen uit het Junale Kinderziekenhuisje. Ja. Kan je mij een beetje uitleggen wat hier allemaal gebeurt? Ja, we zijn echt een kinderziekenhuis, dus het is heel divers. We hebben operaties, maar we hebben ook hele andere dingen. Bijvoorbeeld kinderen die heel benauwd zijn, dat komt wel veel voor. En omdat wij een kinderziekenhuis zijn en hebben maar 1 afdeling, is eigenlijk alles bij elkaar. Dus je moet eigenlijk van alles wat weten. Maakt dat het misschien zo bijzonder om te werken met kinderen? Ja, zeker. Ja? Dat is wel. Dat maakt het in ieder geval altijd anders. Kinderen zijn altijd al anders. Mm. Wat minder makkelijk. Een volwassene die heeft misschien is meer een beetje standaard. Maar kinderen die hebben er of heel veel zin in, of eventjes wat minder zin in. Mm. En dan is het wel een uitdaging hoe je hetgene wat jij als verpleegkundige wil doen, hoe je dat voor elkaar krijgt. En hoe vaak jullie ook je best doen om de patiëntjes weer gezond de deur uit te laten lopen, gaat het natuurlijk ook wel eens mis. Nou, dat is intens verdrietig. Ik heb wel eens een moeder horen schreeuwen op de gang toen haar kind overleed. En dat vergeet je nooit meer, dat geluid van een moeder die echt ter aarde stort. Zo moet je het echt zien. En soms is het ook een mooi proces. Klinkt heel raar, maar als een kind heel lang al heel erg ziek is en ook al met bepaalde aandoeningen geboren is, dat ook niet meer beter wordt, dat je dan toch ervoor kan zorgen dat ze een mooi afscheid hebben, dan is het ook heel dankbaar, zeg maar. Ja. En hoe gaan jullie daar zelf mee om? We proberen eigenlijk dat meeste op het werk nog met je collega's wel te bespreken die er echt in zitten. Ja, en thuis is het ook gewoon goed om daarover te blijven praten. Ja. Maar ik vind dat er is altijd wel heel veel ruimte om met je collega's in ieder geval daarover te praten. Ja, is daar inderdaad wel een gelegenheid voor om echt je hart te luchten. Zeker, met elkaar moeten we toch doen. En we helpen elkaar ook altijd wel. Ja. Ja. Wat komt er nou als eerste bij je naar boven, het meest gekke wat je in je carrière hebt meegemaakt? Toen ik hier net begon, toen had ik wel echt zoiets dat ik bijvoorbeeld antibiotica wilde aansluiten. Dan moet je dus bij een kind best wel dichtbij komen. Ja. En dat is wel iets wat ze eigenlijk best spannend kunnen vinden. Mm. Toen weet ik nog wel dat ik binnenkwam en dat ik dat zei. Nog niet zo heel veel ervaring. En dat het kind gelijk wegrende, achter het gordijn ging zitten. En toen dacht ik echt, oh, en nu? Hoe ga ik dat doen? Dat is, en heb je dat opgelost? Ja, dan komen je afleidingstechnieken. We hebben allemaal leuke attributes. Dus dan probeer je ze eigenlijk af te leiden van de handeling die je moet doen. Ja. Zodat je het toch weer voor elkaar krijgt. En dat is dan, als het lukt, ook wel heel fijn. Zijn dat een van de wezenlijke verschillen met volwassenzorg en de kindergeneeskunde? Ik denk wel, soms moet je bijvoorbeeld in een oogje schijnen. En nou, een kind doet dan gelijk zijn ogen dicht, want die heeft er geen zin in. Dan zeg je, oh, kijk maar even naar dit. En tussentijds ga je gelijk met dat oogje schijnen, of met het lichtje schijnen. Dus dan, ja, heb je toch 2 vliegen in 1 klap? Ja, dus dan leert wel een beetje oplossingsgericht te zijn. Ja. Er zijn allerlei trucjes om de kinderen op hun gemak te stellen. Er zijn allerlei trucjes. Ja. Want dat moet ook wel, hè? Ja. Het is behoorlijk. Ja. Want we hebben het nu alleen over de kindertjes gehad, maar het is vaak ook de omgeving, hè, die zich zorgen maakt. Tuurlijk, want daar hebben jullie natuurlijk ook mee te maken. Hè? Het is niet alleen het patiëntje, maar ook de vader en moeder. Gaat dat ook lukken altijd? Ja, nou, dat is weer een hele andere uitdaging. Ja. Maar dat is ook wel heel mooi werk. Want die zijn soms gewoon heel een beetje onwetend. En logisch ook als er iets is gebeurd waar je je zorgen om hebt gemaakt. Ja. En die proberen we dan ook weer echt al het vertrouwen zelf terug te geven. Dus ze doen hier ook de meest van de zorg, doen zij zelf, zodat ze zelf vertrouwd blijven. En dan is het ook wel weer heel fijn dat de ouders ook zoiets hebben van, oh ja, we gaan weer naar huis en we hebben er ook weer vertrouwen in. Mooi. Jullie verhalen te horen, overheerst de blijdschap hier. Ja, zeker. In vergelijking met het verdriet, hè? Jawel, En volgens mij moet het helemaal goed komen met 2 van deze kanjers Nou, op de afdeling. Denk ik wel. Denk het ook. Dankjewel.